En voor welk bedrag, omgeving. Voor welk bedrag zou Feyenoord hem moeten laten gaan, denk jij, Sinclair? Nou ja, alles valt op straat met hoe lang heeft hij contract. Het is ook een speler die al wat achter in de 20 is. Toch kijken clubs nadat hij in het buitenland, al was hij toen nog jong, in Engeland niet is geslaagd. Dus ja, veel mensen gaan nu rekenen. Nu Ajax en PSV vaak transfers van over de 40 miljoen. Maar ja, dan ga je echt niet voor deze speler krijgen. Maar ik denk dat je rond de 15. Nou, heeft hij toen hij bijtekende, gemaakt, bijtekende, ja, dat, hij dat ze dan ook meewerken met veel een transfer. Nou, dat hebben ze toen ook met Tony Villena gedaan. Dan worden er wel afspraken gemaakt. Teken nou bij. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat werkt hij. Maar dan kan hij wel op een bepaalde, onder bepaalde voorwaarden. Ik weet niet precies wat die voorwaarden zijn. Maar ja, Feyenoord gaat echt niet de hoofdprijs vragen op het moment dat er een mooie club gaat komen. Maar wat is hij waard, Emiel? Nou, hij is wel, als hij dit niveau blijft handhaven en gaat naar het EK, dan kan je echt wel 25 plus vragen. Dat is meer dan jij dacht, Sinclair. Nou ja, plus een gedeelte. Ja, dan, en dan zal het onderhandelen worden. Kijk naar Bergwijn. Dat is toch veel te veel voor een jongen van 28? Nou, ik hoop het natuurlijk. De Feyenoord vandaag. Ja, ja, weet je, heb je enig idee wat er op dit moment op de internationale markt betaald wordt voor spelers? Er is een complete gekte aan de gang. Ja, we volgen het allemaal. Maar die spelen allemaal Europees. Dus met andere woorden, als je niet hoog in de boom gaat zitten, ga je ook nooit wat vangen. Emiel, ik zou heel graag willen dat hij voor heel veel geld weggaat. Maar feit is gewoon dat Feyenoord nog nooit een transfer boven de 18 miljoen heeft gemaakt.